Oké, we gaan nu een nieuw pakje check openen. Om onverklaarbare reden is de prijs van €15,60 naar €12 gegaan. Zoals je ziet. Wat de reden daarvan is, zal de belastingen zijn. Want ze hebben niet verlaagd omdat ze met de tabak hebben geknoeid. Je ziet dat dit pakje helemaal stijf is geperst. Het is zo droog. En het is... Dit is wat je eruit haalt. Nou, dit kun je dus niet meer roken. Je ziet... Het is vers. Je ziet het. Het is niks meer. Zien jullie dit? Dat kun je niet meer verkopen. Dan hebben we het over de kwaliteit nog niet eens. Maar zoals het uit het pakje komt, kun je het helemaal niet meer draaien. Jullie zien het, er zit geen tabaksdraad meer in. Helemaal niks meer. Dat noemen wij bedrog. Oplichterij. Misdaad. Deze opname is dus zaterdag 13 april 2024 gemaakt. Ik sta al verbaasd eigenlijk dat het pakje €12 kost in plaats van €15,60. Zou het kunnen zijn dat dit pakje nog uit de tijd is dat die €12 kost? Want dit is dus niet meer verkoopbaar. En ook niet meer rookbaar.